Afgelopen tijd zie je dat er steeds meer open speeltuintjes zijn, zoals deze, om buiten te sporten. Ik neem je mee in een aantal oefeningen waarmee je hele lichaam kan trainen. Dit doen we speciaal voor het Dagblad van het Noorden. En dat doen we bij een aantal speeltuintjes. En we beginnen bij deze aan de Oosterkade. De eerste oefening is een krachtoefening voor de benen en voor de billen en dat is de squat. Oefening 2 is de push-up, goed voor je borstspieren en voor je triceps. Ja, die gaat als volgt, de dames mogen hem doen vanaf de knieën, dus je drukt vanaf de knieën. Voor de heren geldt. Lichaam recht, op de voeten, naar beneden en omhoog. Oefening 3 is de pull-up en dat is een goede oefening voor je rugspieren. Heel veel mensen denken van ja, dat is te zwaar voor mij. Nou, dat is onzin, want dat kan heel goed met een elastiek. Die maakt het je een stuk makkelijker. Inmiddels zijn we bij het speeltuintje in Paddenpoel en tijd voor oefening 4 en dat is een oefening voor de bovenarmen. Hij gaat zo, het is de dip met een bankje, je laat jezelf zakken naar beneden en omhoog. Oefening 5 is voor de schouderspieren, het is de schouderdriehoek. Het is tijd voor oefening 6 en dat is de lunge. Dat is een goede oefening voor je beenspieren en voor je billen. En die gaat als volgt. Je houdt je lichaam recht, kijkt naar voren en je houdt je voeten parallel. Je komt omhoog. Oefening 7 is de laatste krachtoefening. Eentje voor de rugspieren. Zoek een lage stang op. Ik heb deze even gepakt. Ga hangen en trek jezelf omhoog. We sluiten deze workout af aan de Canadalaan. En dat is zo ongeveer de buurt van Gias. En dat doen we met een aantal core oefeningen voor de buikspieren en voor de billen. En we beginnen met de plank. Als je 2 setjes van de plank hebt gedaan, ga je door naar de side plank. En dan probeer je op de zijkant te staan. Span goed je billen aan en je buikspieren en hou het zo recht mogelijk. De laatste oefening is voor de billen, dat is de glute bridge. Je brengt je heup omhoog, span goed je billen aan, hou hem vast, span aan en weer naar beneden. Dat was de workout van deze week en dit was de Muscle Up. Als jij lang genoeg traint, kan jij hem ook. Ik zie je volgende keer, succes met trainen, doei!